superleuk dat je weer intuned als je hier voor het eerst bent. Dan heet ik je van harte welkom. Mijn naam is Jennifer van Jennifer's Healing Praktijk en ik begeleid vooral dames 1-op-1 om hun grootste ambities en grootste dromen sneller waar te maken door aan de slag te gaan met hun energieveld. Nu, de volle maan van 9 maart 2020. Ik wilde hier graag wat over vertellen, over delen. Ik vind het weer een hele mooie energie. Eigenlijk echt al vanaf begin van 2020 is het echt helemaal gericht ook op het, ja, het opschonen van ons eigen energieveld. Van onze geconditioneerde overtuigingen. Echt nieuwe zaadjes te planten. We worden geconfronteerd, of misschien juist niet. We worden naar nieuwe dingen getrokken. We worden getrokken naar innovativiteit, creativiteit. Ik vind het een hele mooie dynamische energie die heel veel facetten van ons leven erin meeneemt. En eigenlijk vooral het gebied van onze relaties. En dat komt omdat via onze relaties leren wij gewoon het snelst. Omdat deze op onze emoties liggen. Dus we worden vaak in relaties, door relaties, door conflicten vaak gedwongen om naar binnen te keren. En dat is dus juist zo heilzaam. Zo leren we te groeien. Zo leren we weer te reflecteren. Omdat we hebben het gevoel dat we er ook iets mee willen of mee moeten doen. Nou, deze volle maan is ook nog eens een supermaan. Dus hij staat dichter bij de aarde. Maar dat betekent dat we wel meer impact van de volle maan kunnen verwachten. En meer impact van de volle maan is dat we juist ook heel erg goed haar kracht kunnen inzetten. Maar dat het ook wat te krachtig aan kan voelen. Daarom is het altijd wel goed om zoveel mogelijk informatie over de maan op te zoeken. Zodat je het ook beter kan plaatsen wat er eventueel in jouzelf en in jouw uiterlijke wereld gebeurt. Dus daarmee krijg je weer veel helderheid en daardoor ook veel rust. Zodat je die energie, ja, voor jezelf beter gaat kunnen inzetten. In plaats van dat het je tegenwerkt. En mocht je in een neerwaarts, zeg ik wil niet zeggen gelijk een neerwaarts spiraal. Maar even neerwaartse golfbeweging zitten. Omdat je misschien wat meer tijd nodig hebt om te reflecteren. Of dat het nu eenmaal reflectietijd voor je is. Dan weet je ook heel goed hoe je die tijd kan gebruiken. En dat je daar ook meer rust in ervaart. In plaats van dat je jezelf heel erg in de weg gaat zitten. Dat doen we al sowieso heel vaak. Dus zoveel mogelijk onszelf niet in de weg staan is wel heel erg wenselijk. Deze volle maan is, wordt ook wel... Elke volle maan, niet de nieuwe maan, maar elke volle maan heeft een bepaald thema. En het thema van deze volle maan is vaak kiemkracht, wordt dat genoemd. En de volle maanthema's worden vaak gelinkt aan de natuur, omdat daar heeft de maan ook de meeste invloed op. Het wordt ook wel de sneeuwmaan genoemd, omdat in deze periode van het jaar, februari, maart, dat dan ook de meeste sneeuw valt in het noordelijk halfrond, in ieder geval op ons halfrond. En het wordt ook wel de stormmaan genoemd. En toen ik dat zag, dacht ik, wow, oké, herkenbaar met deze stormen die we de afgelopen periode wel hebben gehad en wie weet nog krijgen. Dus dat zet ook altijd wel heel erg veel in gang bij ons natuurlijk, storm. En sommige mensen worden er onrustig van, sommige juist rustig. Het is in ieder geval, nogmaals, allemaal staat in verbinding met elkaar. Het heeft ook te maken met de opschoningsenergie van, ja, waar heel deze collectieve energie eigenlijk om gaat. Ik heb altijd weer wat opgeschreven over de maanenergie. Wat mij in ieder geval triggerde, wat ik doorkreeg. En dat wil ik altijd gewoon met je delen. Maar dan weet je ook af en toe waar ik naartoe kijk. En ja, dan weet je dat. En soms lees ik wat op, soms heb ik wel wat zinnetjes. Voor nu zie ik heel veel gekrabbel van mezelf. Dus ik hoop dat ik het ook heel erg fijn voor jou uit kan leggen. Deze volle maan staat in ieder geval in het teken van maagd, sterrenbeeld maagd. De zon staat in het teken van vissen. Bij de volle maan, in tegenstelling tot de nieuwe maan, werken we met twee sterrenbeelden in plaats van één. Dus ze staan recht tegenover elkaar. Dat betekent dat we juist ook echt kracht en energie hebben die
ons, ja, die samenwerken met elkaar om tot het punt te komen waar wij mogen komen. Maar het kan dus ook voor onrust zorgen. Dus daarom is het ook dat we wat vaker last kunnen krijgen tijdens volle maan. Omdat er gewoonweg heel veel gebeurt. We krijgen heel veel prikkels. Dan in tegenstelling tot de nieuwe maan. Waarin het dus ook een wat donkere periode is. Wat meer tijd voor rust. En we werken maar met één sterrenbeeld. Omdat de zon en de maan in dezelfde lijn zijn. En niet tegenover elkaar. Dan kijken we naar de elementen. Dat vond ik heel erg leuk om te zien. Omdat deze volle maan kiemkracht als thema heeft. En dat is element van de maagd is aarde. En element van vissen is water. Dat betekent dat aarde en water samen 9 van 10 keer wel voor vruchtbaarheid staat. Dus ik had toen ook opgeschreven aarde met water. We mogen onze zaadjes die we geplant hebben water geven. En water geven betekent, had ik erbij gezet, is liefde en aandacht geven. Dus er zijn heel veel dingen op je pad gekomen waardoor je al vanzelf zaadjes hebt geplant. Of je het nu bewust hebt gedaan, of je dit misschien letterlijk hebt gedaan, alleen dus figuurlijk. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we nu liefdevolle aandacht mogen brengen naar onszelf. Naar de zaadjes die we geplant hebben. En de zaadjes die we geplant hebben zijn altijd de dingen waar we naartoe willen groeien. Wat er uit de situatie komt die we op ons pad hebben gekregen. En waar we dus van mogen groeien. Wat heb jij ervan geleerd? Het staat allemaal over evaluatie. Constant evaluatie, groei, actie, weer terugtrekken. Evaluatie, groei, actie, nou ja, et cetera. Zo gaat het eigenlijk iedere cyclus zo door. En ik denk dat je dat ook wel merkt. Het is nu niet echt een hele concrete tijd van actie. Maar hij zit er wel aan te komen. En weet je, voor sommige mensen is dit juist een tijd van actie. Omdat ze dus juist heel veel helder hebben. Dat ligt maar net aan in welk proces jij voor jezelf zit. Dus haal er altijd uit naar wat je ook kijkt, naar mij of naar iemand anders. Haal er altijd uit wat voor jou van toepassing is. En probeer dat zoveel mogelijk op jezelf in te laten werken. En vanuit daar gewoon weer lekker je eigen ding te doen. Maar in ieder geval liefde en aandacht. Ja, en wie kan dat nou niet gebruiken? Dus dat kunnen we eigenlijk allemaal gebruiken. Dus ik vond het ook wel mooi dat die elementen. Nu zie je ook heel goed dat deze elementen in ieder geval wel heel erg goed samen kunnen werken. Maar als we te veel water geven, dan verdrinkt het. En wanneer gaan we nou eigenlijk het element water te veel inzetten in tegenstelling tot de aarde? Vaak wanneer we ongeduldig zijn. Ja, wanneer we denken, ja, hallo, het moet nu, het moet nu, het moet nu. Dus meer water, groei, groei, groei. Ja, en dan verzuipen we onze zaadjes. En dan kan het niet meer tot ontkieming komen. En dan gaat het schimmelen, rotten. Nou ja, dat willen we in ieder geval allemaal niet. Dus zorg dat je het gedoseerd houdt. En hoe je het gedoseerd kan houden is om te kijken naar je gevoel. Element water staat voor gevoel. Element aarde staat voor standvastigheid, voor routine. Dat staat ook heel erg voor de maagdenergie. En maagdenergie gaat echt over orde en routine. De maagdenergie eist het beste van zichzelf. En van anderen is heel erg gericht op netheid. Dus wil het graag allemaal zo clean mogelijk houden. Heb ik het niet alleen over schoonmaken, maar eigenlijk ook het liefst geordend en gestructureerd werken. En heeft ja, ambities die ze echt de wereld in wil brengen. De vissenenergie die is heel erg gericht op onze emoties. En vissenkracht kan heel veel doorgronden. Vanwege waarschijnlijk ook het waterelement kan ook heel veel doorgronden. Leer jezelf beter kennen. Dat is nu ook wel echt. Vissen staat voor, in het zonteken staat voor ons bewustzijn. Daar zijn we echt heel erg bewust mee bezig. Dus echt het leren doorgronden en het leren kennen van jezelf. En dat merk ik ook in de trajecten die die dit jaar gestart zijn. Dat we daar ook echt heel erg mee bezig zijn. En vooral ook op die maagd, op die aarde-energie. Echt het stellen van orde en routine. Ik ben ook bezig met het creëren van een online mini-training. Creëer jouw dagelijkse routine. Als je daar meer over wil weten. Als jij echt voelt van ja, daar heb ik wel echt behoefte aan. Om even dat setje te krijgen. Even wat meer informatie daarover te hebben. Hou mijn site in de gaten. Hou mij op social media in de gaten. En zorg dat je er dan, dat je er dan bij bent. Of dat je het aanschaft. Etcetera. Dus zorg dat je wel bij jezelf blijft. Zorg dat je emoties niet
de ego-emoties niet gaan overheersen. Want de ego-emoties kunnen ons heel erg in onzekerheid gaan houden. Ik had dat ook opgeschreven. Eigenlijk kan ik dat nu ook al vertellen, want dat is eigenlijk een mooie overgang. Ik ga het dadelijk over de andere kant van de energieën hebben van deze volle maan. Maar deze volle maan kan namelijk ook van ons vragen, verlangen dat we de ideale wereld gaan creëren. Ja, dat is ook deze energie. We moeten weer, worden weer van ons, het wordt weer van ons gevraagd dat we echt naar onze creatieve energie gaan. Ik had laatst een quote gezien, die heb ik ook ergens gepost. Creativiteit en ego gaan niet samen. Omdat wanneer we echt vanuit de creatieve energie die wij belichamen, die wij zijn, onze creatieve energie staat altijd in connectie met de bron, dan is er geen ruimte voor ego. Dat is net hoe het met emoties werkt. Wanneer wij in een slechte emotie zitten, zoals boosheid, jaloezie, hebzucht, I don't know, noem maar iets. En als we naar iets anders gaan, als we aan iets anders denken die liefde weerspiegelt of dat we ons gelukkig voelen, er gebeurt iets, dat we lachen, dan gaat de emotie van de negativiteit gaat dan weg. Ik hoop dat, ik weet niet wat er gebeurt buiten, maar ik hoop dat, het klinkt als zagen. Ik hoop dat dat geen probleem is als je dat hoort en dat het je in ieder geval niet stoort. Nou ja, maar dus daar, weet je, als het gaat niet samen met elkaar. Nou ja, daar wil ik mee eindigen. Het gaat niet samen met elkaar. We kunnen frustratie nu heel erg gaan voelen, gaan ervaren voor onszelf, ook voor anderen, dat het gewoon niet loopt. En daardoor raak je gefrustreerd. Kan je gefrustreerd raken in deze periode? Dus het kan nu al ontstaan, maar het kan ook zeker nog de volle maanperiode ontstaan. En even kijken, wat heb ik nog meer opgeschreven? Oh, wacht, ik moet hem even draaien. Oh ja, we kunnen dus onzeker gaan voelen en moeite met het aarde. We kunnen moeite hebben juist met aarde. Dus we staan juist in het element aarde. Die wordt juist van ons gevraagd, maar dat kan dus ook betekenen dat we juist worden getriggerd van, hey, je hebt moeite met aarde, je hebt moeite met het hier zijn, misschien in dit leven, in jouw leven, hier op aarde überhaupt. Om je te connecten, te verbinden met andere mensen. Om andere mensen vanuit onvoorwaardelijkheid ook te zien. En dat je jezelf ook niet vanuit onvoorwaardelijkheid ziet. En dat je dus meer teleurgesteld en gefrustreerd kunt gaan raken. Daardoor komt er dus wel natuurlijk een verlangen om jouw ideale wereld te creëren. Want als jij weet wat je niet wil, dan weten we automatisch wat we wel willen. En als we daar bewust van zijn van dat proces, wat er dan eigenlijk gaande is, dan kunnen we tot hele mooie ingevingen komen. Maar probeer het ook positief in te zien. Het is niet altijd slecht wanneer we ons onzeker, gefrustreerd of iets anders voelen. Het heeft altijd wel een betekenis. En we leven nu eenmaal op aarde. Het heeft de wet van polariteit. Er is goed en kwaad. Er is goed en fout. En nou, het is ook wel sowieso een ego-ding, maar dat goed en fout. Dus daar moeten we niet te veel aan hangen. Maar iedere keer ook weer omdraaien van, oké, maar wat brengt het mij? Wat brengt het je nou? Je voelt je gefrustreerd. Oké, wat mag je nu gaan doen? Wat voel je nou? Ga terug naar je gevoel. En wat wordt er tegen je gezegd? Hoe mag jij, op welke manier mag jij gaan loslaten? Waarvoor voor wie mag jij je openstellen? Zodat die frustratie verzacht wordt. Even kijken. Maar we hebben een verlangen naar de ideale wereld. Maar omdat we dus eigenlijk onszelf niet in staat voelen dat te behalen. En daar überhaupt iets aan doen. Komen we in de energie van, ja, ik geef het op. Fuck it. Weet je, laat maar. Dit heeft gewoon geen zin. Weet je, dit en dit werkt niet mee. Je krijgt allemaal feiten op je bordje. Het wordt je allemaal te veel. Je raakt overprikkeld. En je bent gewoon klaar mee. Maar herken dat. Ik zeg niet dat het er niet mag zijn, want dat mag er zeker zijn. Omdat nogmaals, die energieën brengen ons ook weer wat. Maar blijf er niet in hangen. Het is heel erg vervelend wanneer we te lang in bepaalde energieën blijven hangen die ons gewoonweg niet dienen. Dat is ook, word er bewust van, het is wel slachtofferrol waar we in zitten. Dus dan worden we getrokken naar de driehoek, dat is dader, slachtoffer en redder. En altijd, geen uitzondering. Wanneer we daar in die driehoek zitten, is het gewoon mis. Ja, we zitten dan altijd in een bepaalde driehoek die we waar niks goeds uit kan komen wanneer we daarin blijven. Ja, slachtoffer wenst altijd gered te worden, maar ziet de redder dan op een gegeven moment als dader. Of er is altijd een dader en dan blijft er ook altijd een dader. En we switchen constant in die rollen.
En dat is ook hoe wij leren en hoe wij groeien in, door ons leven, door onze. Het is niet door ons leven, ik wilde eigenlijk een ander woord gebruiken, maar door facetten van ons leven. We groeien iedere keer in lagen, in delen. En die rollen helpen ons daarbij om wel bepaalde dingen in te zien. Alleen probeer ook wel echt die zelfreflectie in te schakelen op het moment dat we daarin zitten. Want het is zonde wanneer je... Kijk, het kan pijnlijk zijn, weet je, dat je denkt van oh, oké, dit is eigenlijk niet echt helpend wat ik nu doe of waar ik mee bezig ben. En daar moet ik gewoon eigenlijk even naar kijken. Weet je, stel jezelf wel even open daarvoor. Stel jezelf open om even in die emotie te zitten. En ga daarna weer liefdevol naar die kracht van jezelf toe. Om dat wel om te buigen. Want de energie van deze volle maan heeft ook zeker natuurlijk dus zijn positieve uitwerking. Hè, positieve en negatieve polariteit, het is er ook. Dus dan komt hij juist op het stuk het vinden van juist je hogere doel, je roeping, om maar zo te zeggen. Ik weet niet, zo'n gevoel binnenin je van ja, die dienstbaarheid eigenlijk. Hè? En dat je echt dat hogere doel van jezelf dus gaat voelen of gaat vinden, hoe je het ook wil noemen. En hierdoor juist geïnspireerd raakt. En ik denk inspiratie, dat hebben ze ook. Ik had dat ergens gelezen. Daar wordt het woord spirit in gebruikt. En spirit is ons hogere zelf, staat in connectie met de bron. Dus eigenlijk die pure ingevingen. En die pure ingevingen, dat wordt nu van ons gevraagd om daarvoor open te staan. Door middel van onszelf te zijn. En onze eigen creatieve uiting in alles te vinden. Even kijken. Nou, geïnspireerd te raken. En er wordt een diepere zin gevonden in het bemoedigen en aanzetten juist van anderen. Ja, dus dat we eigenlijk niet meer zozeer heel erg naar onszelf alleen kijken. Maar wanneer we vanuit die energie dat zelf hebben gevonden, dan voelen we gewoon echt een inspiratie. Oh my god, dit moet ik met mensen delen. En hoe, I don't know, maar ik wil delen. Ik wil delen, ik ga wat dingen doen om te delen. Ik deel gewoon mijn energie vrij, onvoorwaardelijk. En ik zie wel wat er van komt. En ik blijf gewoon delen. Op welke manier ik dat dan ook voel. Dus dat kan er ook heel erg uitkomen. Dus het aanzetten van anderen in juist ook het dieper begrip. En bewustwording van dus hun eigen leven te gaan vinden. Dus eigenlijk wat jij dan vindt. Daar raak je heel erg door geïnspireerd. Door een voorbeeld voor andere mensen te zijn. En andere mensen ja, te bemoedigen, aan te moedigen en aan te zetten. Om datzelfde te gaan vinden. Maar vanuit dus echt die liefdevolle plek. Vanuit een gebalanceerde plek. Het niet overtuigen van anderen. Het niet wegnemen van andermans probleem of zo, maar heel erg ja, jouw enthousiasme delen, jouw energie delen, jouw kennis delen, op welke manier dan ook. Dus het is echt een hele mooie volle maan om in te staan en vanuit daar dus ook echt die basis te creëren. Hè? Jouw basis vanuit jezelf, niet vanuit het ego. Dat had ik geloof ik ook ergens opgeschreven. Een ander stukje, een ander gebied. We zaten heel erg op de relaties, sowieso ook. Ook een stukje financiën, dus materiële manifestatie, fysieke manifestatie. En daar gaat hij dus eigenlijk deze volle maan ook weer op door. Ik geloof dat het een nieuwe maan was. Maar hij gaat er in ieder geval op door, deze volle maan. En dat we juist positief moeten blijven ten aanzien van onze financiën, van overvloed, fysieke manifestaties, et cetera. En dat we het juist samen met het universum mogen creëren en het vertrouwen mogen gaan ontvangen, gaan voelen. Dat we dus dat ook kunnen gaan manifesteren. Alles gewoon wat je had je begeerd, dat je dat kan manifesteren. En daarvoor is dus ook vertrouwen in het universum nodig. Want wanneer we dus naar de Law of Attraction kijken, wet van aantrekking, werken we toch ook echt samen in een hoger doel. En deze volle maan gaat daar ook over. Kijk, ik weet niet op welk gebied en welke fase je van je spiritualiteit staat. Ik zeg niet dat je in God moet geloven. Je kan het universum noemen. Je kan het de bron noemen. Je kan het universele wijsheid noemen. I don't know how. En het maakt me ook echt niet uit welk naamje je het geeft. Maar wanneer je... Ja, je moet wel... Nee, niet moet. Het is wel het geloof hebben in een hogere wijsheid. Hoger dan jouw wijsheid. En dat je daarvoor open mag staan. En dat er een universele energie is die ons alle bij elkaar houdt. En die ons alle verbindt met elkaar. En dat we daaruit die informatie ontvangen. Want via onze gedachten
krijgen we geen informatie, we delen het slechts. Het wordt juist overgedragen via gedachtegang. Daarom hebben we gedacht om informatie door te geven. Maar je krijgt inspiratie, inspired action, krijg je door de universele wijsheid, door het universum, door goddelijke energieën, door de wens om te connecten met je hogere zelf. Van die energie krijg jij die informatie door om uit te voeren via je gedachtegang. Ja, maar het is niet via de gedachtegang. Ik hoop dat je dat begrijpt, want daar zit dus ook een stuk dieper besef van hoe het werkt qua nuances. Van krijg ik iets door via ego of krijg ik iets door vanuit het hogere zelf? Waar mag ik op ingaan en waar is het beter om niet op in te gaan? Wat voelt goed en wat is eigenlijk die onderlaag van nou ja, liever niet? Dus blijf open, ook al ontvang je dan de situaties die op je hart gaan slaan en je pijn doen. Blijf vertrouwen hebben, want daar gaat het helemaal over. Het gaat weer over het stuk zelfvertrouwen, waar we op gericht worden. Wat naar boven komt bij ons om dieper te mogen gaan belichamen. Om dieper te beseffen. Wat betekent nou eigenlijk zelfvertrouwen voor jou? We hebben allemaal bepaalde dingen waar ons zelfvertrouwen veel ja, meer mag groeien op bepaalde gebieden. Hè, ik ben best wel zeker van mezelf om te spreken nu hier voor jou en dat allemaal op YouTube te zetten. Maar sommige mensen dan weer niet. Kijk, daar is het stuk vertrouwen en zelfvertrouwen. Hoef ik daar niet meer zo heel erg veel aan te doen. Ik blijf het gewoon doen. En ik verwacht wel dat de mensen die een behoefte hebben om naar mij te kijken, dat ze ook naar mij zullen kijken. En degene die geen behoefte hebben, dat ze ook niet naar mij kijken. En überhaupt ook niet op mijn pagina komen. Maar sommigen mogen wel juist meer zichtbaar gaan worden. En staat eigenlijk dat stuk zelfvertrouwen in de weg. Nou, en dan is het kan het zijn dat je juist die situaties krijgt die daarop, dat je eigenlijk die boodschap weer terugkrijgt. Van ja, word gewoon zichtbaar. Laat jezelf zien. En je hoeft niet gelijk een spreekster te worden. Maar je mag wel gaan staan voor wie jij bent. En voor wie jij bent en voor wat je dus staat. Daar, punt. Dus blijf vertrouwen hebben en een positieve instelling hebben. Positieve affirmaties zijn eigenlijk wel heel goed om deze maand te doen. Omdat we dus veel meer die positiviteit mogen integreren. En omdat we dus die negatieve kanten ervan kunnen ervaren. Dus juist die onzekerheid, juist de tegenpolen. En het is niet erg nogmaals wanneer we die tegenpol ervaren. Want daardoor weten we heel goed van, oh ja, wacht, nee, ik voel me heel onzeker. Tegenpol van onzekerheid is zekerheid, zelfvertrouwen. Ik mag in mijn kracht staan, ik ben het waard. Ja, ik ben het waar. Die had ik ook pas geleden weer op mijn pad gekregen. En ik denk van, ja, daar zitten we ook. Daar zitten we ook vaak, hè, bij veel mensen, bij iedereen. Van, voelen we wel dat we het waard zijn om te ontvangen? Dus daarvoor wordt er heel veel geloof van ons gevraagd. En daarom zeg ik ook net van, ja, het is wel van belang dat je gelooft in een hogere macht, een hogere energie. En dat het niet slechts alleen maar jij als individu bent op deze aarde en je gaat weer dood en er is niks meer. Dus we worden gevraagd om nu voorbij het bewustzijn van het ego te gaan, want deze heeft slechts toegang tot een beperkte hoeveelheid aan informatie. En informatie komt dus niet voort vanuit dus het verstand, maar vanuit de universele wijsheid, vanuit de bron, vanuit God. En daar is alles mee in connectie. En als je dus die ware connectie kunt voelen met jezelf, dan krijg je die inspiratie. Dus creatieve dingen doen is sowieso ook heel goed. Maar nogmaals, het gaat eigenlijk doen wat je doet, maar vanuit de zelfvertrouwen energie. Ja, ik vind het echt een hele mooie energie. En ik hoop ook dat jij deze volle maan periode ook echt gaat kijken van, ja, waartoe word ik nou eigenlijk getrokken? En dan heb ik hem toch even erbij gepakt, vraag je gidsen. Ik dacht, weet je, misschien, ik weet het niet. Vind ik het toch wel leuk om even een kaartje te leggen. Omdat ik merk dat heel veel van jullie die kijken, vinden dat toch altijd wel leuk. En het is ook leuk. Het is ook leuk wanneer iemand gewoon even spontaan een kaart trekt. En dan toch even wat belangrijke toegevoegde waarde nog aan zo'n gesprek kan toevoegen, kan leveren. Om het allemaal een beetje te verbinden met elkaar. Oké, dus ik ben heel erg benieuwd wat voor kaarten of kaart eruit mag vallen vanuit de collectieve energie van deze volle maanenergie van 9
maart die er aan gaat komen. Waar mogen wij de focus op leggen? Ik voel hier ook nog wel een stuk Mercurius retrograde, want deze kaart kwam ook voor de Mercurius retrograde ook eruit. Oh, heel mooi. Ik heb toch behoefte om gewoon... Oké. Als derde kaart krijgen we gelijk die onvoorwaardelijke liefde van de goddelijke moeder. En dat staat gewoon voor eenheid. En dus die verbondenheid mogen voelen. En dat we echt liefde voor onszelf mogen hebben. En daar putten we natuurlijk ook zelfvertrouwen uit. We mogen echt gewoon beseffen, ik kan bereiken wat ik wens te bereiken. En ik kan het allemaal manifesteren. En ik hoef niet ongeduldig te zijn. Ik hoef niet gefrustreerd te raken. Ik mag gewoon in die plek komen van creativiteit, van zelfvertrouwen, van samenwerking met anderen, met het universum. En samenwerking met mezelf. En ik mag het op mijn manier doen. Ik mag allemaal op mijn manier proberen. Ik mag fouten maken. Het is oké om fouten te maken. Want daar groei ik weer door. En dan kan ik weer hechtere relaties juist opbouwen. Ik kan meer financiën manifesteren. Ik kan vrijheid manifesteren. En ik weet dat het allemaal in een bepaald tempo moet gaan. Ik weet dat het allemaal een bepaald soort stapsgewijs proces moet zijn. Maar ik weet dat ik dit nu kan manifesteren. En ik weet dat dat mijn geboorterecht is om dat te ontvangen. En om daarvoor in de ontvangende modus te staan, om dat ook daadwerkelijk te ontvangen, mag ik dat ook gewoon echt gaan belichamen. Mag ik ook gewoon zeggen, ik ben het waard om dat te ontvangen. En ik heb een ideale wereld. En het is de bedoeling dat ik die ideale wereld echt in gang ga zetten. En echt ervoor ga zorgen dat ik mensen daarin mee mag nemen. Op kleinschalig of grootschalig niveau. En dat ik gewoon meer mijn energie mag delen. Want iedereen heeft een hele mooie, unieke energie om bij te dragen. En door middel van het in contact komen met andere mensen energetisch. Door open te staan voor andere mensen. Niet alleen energetisch, maar ook gewoon in je lichaam staan. In je lichaamshouding. Hou je armen, hou je schouders open. Zorg dat ze wat meer naar achter vallen. Zorg dat je dus je hart vrij maakt om te ontvangen. En wees niet bang om gekwetst te raken. Want uiteindelijk zal je nooit gekwetst raken. En dat klinkt soms moeilijk. Maar ik weet dat als je hierdoor wordt getriggerd, is dat ego. En zijn er ook weer bepaalde dingen die je mag gaan aanraken bij jezelf om op te lossen, om te helen. Dit zeg ik nu eigenlijk pas aan het eind, maar oké. In ieder geval, heb een pen en papier bij de hand, want maak aantekeningen bij wat resoneert met jou. En schrijf op, en desnoods in de reacties hieronder, wat jou echt bijblijft aan deze reading. En wat je, misschien zet je intentie of je doel iets te behalen in deze reactie hieronder, zodat je het ook echt eruit zet, zodat je jezelf ook zichtbaar maakt, zodat je het ook gewoon van bam, dit wil ik gewoon en hier ga ik voor en ik vind het leuk om met mensen te delen, om andere mensen aan te steken. Dus en sowieso ook door het zelf op te schrijven is het ook heel erg goed om het daardoor te onthouden, meer te gaan belichamen, intenties erop uit te gaan schrijven, etc. Maar als eerste kaart hadden we de kaart bedrog. En ik zei ook net van ja, die past wel heel erg nog bij de Mercurius retrograde. Die stopt 10 maart. Een dinsdag stopt die. Dus net na volle maan. En dan is het weer ook een tijd van vooruitgang. Maar nu is het even een tijd van nog reflectie. En even gaan kijken, ja, wat mag geheeld worden? Dus niet niets doen. Het is niet een tijd van geen actie. Maar het is meer een tijd om te reflecteren en te kijken. En heel erg goed te kijken naar je handelingen. Naar emoties die je voelt. Voor al die emoties. Want nogmaals, die vissen, die is er ook heel erg goed op gericht. En verder gaat deze kaart over het stuk... niets is wat het lijkt. Dus stel er gebeurt een hele slechte gebeurtenis. Er komt een hele slechte situatie op je pad. Het is niet wat het lijkt. Kijk voorbij je aannames. Kijk voorbij de geconditioneerde overtuigingen die bij jou opkomen om hiermee om te gaan. Je coping. En kijk naar de universele wijsheid erachter. Wat zeg jij werkelijk over deze situatie? Of wat zegt deze situatie over jou? En dan kunnen we de diepere lagen trekken. De diepere laag pakken. Ik zei ook van... ik had dat opgeschreven. Maar ik had iets benoemd van...
Schrik niet of ga je niet terugtrekken of iets anders wanneer je, of ga je niet terugtrekken en ga je niet isoleren wanneer je door een bepaalde situatie op je hart wordt gekwetst. Dat je überhaupt geraakt kan worden in je hart is juist heel mooi, want daardoor vergroot je eigenlijk juist je vermogen om lief te hebben. Maar het is zonde wanneer je dan je weer gaat afsluiten en dat vermogen om lief te hebben, wat dus eigenlijk groeit, om dat dan niet te uiten. Ja, het is zonde van de energie. Dus hij is niet boos bedoeld, deze energie. Maar het is ook om te kijken van... kijk naar de misleidingen van jezelf, van het ego. Kijk naar de misleidingen van het ego. En dit is een hele algemene reading natuurlijk. Dus ik wil zeggen, kijk naar de misleidingen van je ego. Om je wel op het pad te houden van het vertrouwen. En dat je gestaag door blijft gaan met het werken aan jezelf. Het werken aan je droomdoelen. Het positief blijven. En zorgen voor die orde en routine in je leven. Nou, ja, nou, heel mooi. Ik vond het een hele mooie samenvoeging van deze hele reading. Ik wil je bedanken voor je tijd en aandacht. En mocht je nou verdieping wensen op een van deze vlakken. Op jezelf. Mocht je verdieping willen hebben en ervaren op jezelf. Ik werk dus in trajecten en dan gaan we echt de diepgang in jouw energieveld. Ik leer jouw eigen energieveld beter kennen. En ik leer je ook echt het stuk voelen van oké, wat is eigenlijk nou mijn ego-energie? En welke energieën zijn in overeenstemming staan en overeenstemming met mijn hogere zelf? Om dus ook echt jouw zaadjes tot uiting te laten komen. En dat jij dadelijk in de lente, zomer, een hele mooie, in de zomer eigenlijk, een hele mooie oogst hebt. En dat je kan gaan genieten van je leven, want dat willen we allemaal. En het is allemaal energetisch. De beginselen zijn altijd energetisch. De uiterlijkheden, onze fysieke wereld is slechts dus een uiting van de spiritualiteit, van de spirituele wereld, onze energetische energieveld. En het opschonen, het onderhouden en het leren kennen van je energieveld is van belang om ervoor te zorgen dat je dus komt waar je komt. Dus zet die intenties ook sowieso voor jezelf uit om jezelf beter te leren kennen op een dieper niveau. Om jezelf te gaan accepteren en te leren begrijpen. Daar gaat deze volle maanenergie over, dus ga daar mee aan de slag. Weet je, dat is juist een mooie uitnodiging van deze volle maan. Nogmaals heel erg bedankt voor jouw energie. Dank je wel voor je support wanneer je al echt naar me kijkt, wanneer je al reacties hebt gestuurd. Dank je wel als je sowieso nu een reactie hieronder post. Like wanneer je dit gewoon heel fijn vond om naar te luisteren. Dus geef het ook een likeje. En zorg wanneer je nog geen abonnee bent, zorg dat je je even abonneert. En dat je ook de meldingen, de notificaties aanzet. Zodat je ook een melding krijgt wanneer ik weer een nieuwe video voor je post. Over, nou ja, whatever. Over whatever. Ik wens je een hele fijne dag of avond verder toe. En tot de volgende keer. Namaste. Doei doei.